Goedendag en welkom op Revives. Mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van Leeuw. Lieve Leeuw, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant en je Venus teken. Laat los als het niet past. Kijk eventueel mijn andere readings. Iedereen natuurlijk hartelijk bedankt voor de vele lieve berichtjes. De abonnees die ik erbij krijg, ik groei dankzij jullie. Dank je wel. Ben je nog niet geabonneerd, druk op de rode abonneerknop. Het is kosteloos. Gelijk op het belletje, zo mis je geen reading en blijf je altijd up-to-date. Ook voor de mensen die al geabonneerd zijn. Ik ben ook actief op TikTok sinds kort. Wil je me daar volgen? Zou ik heel leuk vinden, want bereik ik de 1000 abonnees. Dan kan ik daar live gaan en dan kan ik meer met jullie ook in interactie. Dus lijkt het leuk en heb je TikTok, meld je dan aan Revives met 3 S'en. We gaan eens kijken wat ik mag ontvangen. Wil je een persoonlijke reading aanvragen? Ga dan naar www.revives.nl. Wat is jouw uitdaging? Ik ondervind wel wat problemen met mijn website. Ik ben erachter gekomen dat de mobiele versie eigenlijk minder goed werkt. Dus heb je een laptop of iets, ga dan naar de normale site. In ieder geval. De 9 van Pentakels als uitdaging. Oké, dit is normaal gesproken de single life, happy single life kaart. Iemand die alles voor elkaar heeft. Ik vind het lastig om single te zijn. Of dit kan ook een persoon zijn. Let wel. Oeps. Communicatie. Wat mag ik nog meer ontvangen? De 5 van Pentakels. De doodkaart, oké. Onderop de lovers. De aas van bekers, oké. De koningin van zwaarden. Wauw, daar heb je hem toch, de lovers, wauw. Oké. En de 4 van bekers. Oké. Onderop heb ik hier de 10 van zwaarden, de 2 van zwaarden en de 8 van bekers. Oké, er is iemand ergens emotioneel vandaan gegaan. Of iemand heeft te maken gehad met betrayal. In je onderbewustzijn wil je waarschijnlijk een keuze maken om dus of iemand de rug toe te keren of een situatie los te laten. En dat kan dus te maken hebben met betrayal. Iemand heeft je misschien niet goed behandeld. En je staat daar voor een keuze, is wat ik zie. Dus ik kijk eigenlijk nog een beetje naar het verleden wat er is geweest. En eigenlijk heb je zoiets van, dient het me nog? Beter kies ik voor mezelf. Ik heb hier nog de ridder van pentakels, de 5 van staven en temperance. Oké, er is ergens een conflict in. Het kan met een aarde-energie te maken hebben, hoeft niet, kan wel. Het kan ook zijn dat jij uit conflict wil een balans zoekt in je leven op dit moment, omdat conflict jou niet meer verder helpt. En daarmee eigenlijk iets stabiels wil opbouwen. Er is ook iets waarin je misschien mag gaan matigen. Nu heb ik hier in het verleden, let wel, kan verleden, heden, toekomst zijn. Het is maar net op welke tijdlijn je loopt. De 5 van pentakels. Ja, je voelt je ergens niet gelukkig in. En dit kan te maken hebben met een dark night of soul voor sommigen. Het kan ook zijn dat je bang bent voor verlies. Het kan ook zijn dat je verlies hebt gekend en daar eigenlijk een eind aan komt. Dus je gaat transformeren of er is ergens een eind aan gekomen. Dan heb ik nog de aas van bekers en de koningin van zwaarden. De aas van bekers zegt natuurlijk iets over een nieuwe kans in de liefde. Of dit nu een nieuwe liefde is. Of een oude liefde, want ik zie de hand eigenlijk een beetje naar het verleden, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Er wordt je iets aangeboden, is wat ik zie. Nou heb ik hier de koningin van zwaarden. Nu gaat mijn kaars uit. Ga ik even opnieuw aandoen. Moment. Zo, die staat weer aan. In ieder geval, dus de koningin van zwaarden is iemand die knopen kan doorhakken. Of misschien ben je daar bezig. Het kan ook zijn dat jouw energie of van een persoon, net wel, dat zeg ik vaker, maar ik zeg het er nog wel even bij voor de mensen die nieuw zijn. In ieder geval, iemand staat om, zoekt ergens waarheid in. Dus deze vrouw is iemand die, of man kan ook, maar het is een vrouwelijke energie, die heeft veel meegemaakt. En accepteert geen bullshit. Dus het kan ergens dat jij een keuze in hebt.
En dan zie ik de lovers. Een keuze. Het kan een spirituele connectie zijn. En dan zie ik iemand hier die iets niet ziet. Iemand is teleurgesteld, iemand wil het niet zien, iemand is ontevreden. Maar dan zie je toch die hand eigenlijk aanbieden, die wolk die je hier eigenlijk ziet. Kan zijn dat iemand uit het verleden je weer iets wil aanbieden en je daar een keuze in hebt. Kan ook vice versa zijn. Ik ga eens kijken wat ik mag weten over die koningin van pentakels. Die valt er meteen luid. De vijf van pentakels. Wat ik voel is dat je nog steeds een beetje in die mode zit van teleurstelling. Dus het kan heel goed zijn dat je dit mag gaan transformeren. En dat er daarna gewoon weer een nieuwe kans voor je komt om gelukkig te zijn. Dat je beter ook keuzes kunt maken. Het kan ook een persoon in je omgeving zijn. En de emperor. Oké. De emperor is iemand die gezag wil hebben. Het kan ook zijn dat je soms een beetje in je ego zit. Of er is een persoon die overheersend naar je is en die de touwtjes in handen wil hebben in bepaalde situaties. De emperor is ook iemand waarin daadkracht bij elkaar mag gevonden worden. Dus misschien is het voor jou belangrijk om bepaalde structuren aan te brengen in je leven. Wat mag ik weten over die vijf van pentakels die hier ligt? Oeps, heel veel kijk. Oké. Wat ik voel is dat er ergens een delay is met iemand uit je verleden. Of een zielsconnectie is wat ik zie. Deze kwamen er alle twee tegelijk uit omgekeerd. Dus er is iets waarin jij emotioneel gewond bent geraakt. Iemand houdt vast aan deze connectie en dat kan dus zorgen dat jij een soort van uit balans bent. Wat ik hier al zei, dus het kan een persoon zijn waar jij een sterke verbinding mee hebt. En het 10 van zwaarden, ja. Oeps, de doodkaart, kijk, en de zon. Ik ga hem even terug doen. Ik zeg altijd, de zon schijnt hier op de doodkaart en hij valt er meteen. Dus ik ga hem toch pakken, want hij gaat er toch vast weer uitvallen. Wat mag ik nog meer weten over die doodkaart? Dus er is iets in het verleden met een persoon uit het verleden, een zielsconnectie, een zielsverwant, een soulmate. Het kan ook je innerlijke kind zijn die gewond is geraakt onderweg. Ja, nou ja, dat gezegd hebben we. De 3 van zwaarden. Dus er is iets wat jou pijn doet, wat je aan het hart gaat, wat jij hebt moeten loslaten waarschijnlijk. Of iemand is weggegaan. Zodat jij eigenlijk kon transformeren. Dat is wat ik zie. Maar het doet je wel pijn. Kijk, de 2 van bekers ook nog. Dus er is echt wel sprake van een zielsconnectie. Maar door die transformatie en pijn zie ik wel zon. Dus er is iets wat pijn doet. Maar wat wel jouw innerlijke kind gaat helen. Dus er is waarschijnlijk iets geweest waarbij jij dus heling nodig had. Of hebt. Mag ik weten over die aas van bekers die wordt aangeboden door spirit of door een persoon? Het kan dus emotionele vervulling zijn die op je pad gaat komen nadat je dus eigenlijk pijn gaat transformeren en eigenlijk het licht weer gaat zien. Ja, een nieuwe cycle en een 3 van staven. Dus dan kan je ook betere keuzes maken of je keert iemand de rug toe. Maar het kan heel goed zijn dat jij door die aanbieding, door die kans die je krijgt, die jou emotioneel gaat vervullen, eigenlijk een nieuwe cycle gaat instarten. Zodat je dingen dus ook van een ander perspectief kunt gaan bekijken. Meer ook de toekomst in kan gaan. Meer een balans kan vinden. Want waarschijnlijk heerst er ergens concurrentie op je werk. Of ergens in je hoofd. Dat kan natuurlijk ook. Ik zie dus iemand hier kijken. Maar het kan ook zijn dat jij een keuze gaat maken. Of dat iemand een keuze gaat maken. Want ik zie eigenlijk die 3 van staven kijken naar die koningin van zwaarden. Dus het kan zijn dat jij een persoon in je energie hebt, of je bent het zelf, die dus knopen gaat doorhakken. Wat dat ook mag zijn. Iemand wil de waarheid. De 10 van pentakels. En dat kan dus met stabiliteit te maken hebben, met financiën, maar dat kan ook heel goed met familie zijn. Of
andere situaties in je leven wat stabiliteit oplevert. Wat mag ik nog meer weten? Ja, de aas van pentakels. Wauw, zie de 10 en de aas. Ja, jij wil alles. Ja, jij wil alles. Of het is een persoon die jou weer ook iets gaat aanbieden. Stabiliteit, of het is spirit, zodat jij een ander inzicht mag gaan krijgen. Ja, zie de ridder van cups. Wat mag ik weten over die twee van, of de lovers? Een keuze is dat vaak. Staat ook voor een hele diepe spirituele connectie, twin flame of soulmate. Wat mag ik daarvan weten? De wereld en de hangman, ja. Het kan zijn dat iemand een ander inzicht moet krijgen in deze situatie. Dat er ergens stilstand in is of is gekomen. Of het kan zijn dat iemand na stilstand weer gaat communiceren. Via social media of via en de duivel. Iemand heeft er lang over nagedacht. Het kan ook zijn dat jij heel lang hierin vast hebt gezeten in deze treurnis. Maar er komt ergens een completion in, een bevrijding. En het kan een bevrijding zijn met deze connectie waar een stilstand in was of is. In ieder geval heeft iemand een ander inzicht gekregen, omdat je nu jij bent of een persoon. En dan zie ik hier de 4 van kelken of bekers. Iemand die dus teleurgesteld is, de fool. Oké, een heel nieuw avontuur. Dus een wauw. Dus een cycle wordt afgesloten, een bevrijding, zodat er eigenlijk weer een nieuw avontuur kan worden begonnen. Iemand die ervaringen bij elkaar heeft gepakt en eigenlijk weer een nieuw avontuur wil. Maar ik zie hier dus iemand kijken. Het kan zijn dat iemand het eerst niet zag. En nu zoiets heeft van, oh ja, door die afstand, door die pijn, ben ik dingen van een ander perspectief gaan bekijken. En moet ik meer positief zijn in bepaalde situaties. Wat mag ik nog meer weten over die voel en die 4 van bekers? Oeps, ja, wauw, de zegenwagen, de chariot. Dat is een kreeftenergie ook. Ik heb hier nog de empress en de lovers alweer. Oh, wauw. Oké. Wat ik hierbij voel is dat iemand waarschijnlijk een keuze gaat maken. Dat kan zijn, ja, een heel nieuw avontuur, een nieuw pad. Misschien gaan reizen, want ik zie 2 keer een kaart van reizen. Het kan ook zijn dat iemand na een willpower eigenlijk bij elkaar pakt. Dat kan jij zijn die hier staat, omdat je teleurgesteld bent en independent wil zijn, maar het eigenlijk ook wel lastig vindt en eigenlijk ook wel een soort van verantwoordelijkheid voelt in een situatie. Maar dat iemand dus een keuze gaat maken en een completion wil. Uit die stilstand wil komen en eigenlijk een heel nieuw avontuur wil gaan beginnen. Vooruitgang wil boeken en daarin keuzes maken. Dus niet meer getreurd zijn, maar eigenlijk vooruitgang boeken. Ik ga eens kijken wat ik nog voor advies mag ontvangen. Weer de 5 van pentakels. Dus iemand gaat door heel veel pijn. Ik heb het gevoel dat jij dat wel eens kan zijn. Dan heb ik hier de aas van pentakels. Een nieuw begin. En weer de wereld. En een strength kaart, jullie kaart. Dus neem het aan. Dat is eigenlijk wat ik zie. Want dat gaat je helpen voor groei. Ja. De emperor alweer. Wauw. Ja, structuur. Eigenlijk voor jezelf opkomen. Of voor je opkomen. Maar gewoon de stap zetten is wat ik zie. Ja, zie. Kan heel goed zijn dat er heel snel iets aankomt van een excuus. Of jij dit nu bent, een excuus gaat doen of een persoon. Maar het gaat wel leiden tot victory, tot aanzien. Een wish fulfillment is wat ik zie. Dus er is ergens een wish fulfillment in je energie. Komt movement aan. Na wel een tijd van waarin jij best wel vast hebt gezeten, is wat ik zie. Dit is wat ik voor je heb. Lieve leeuw, mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like, deel.
Volg me op TikTok. TikTok. Revives met 3 S'en. Want hoe meer ik daar haal, hoe eerder ik live kan gaan. En met jullie kan, readings kan doen. Dan is het ook wat persoonlijker. Ik wens je al het goeds en tot snel. Doeg!